Goedemorgen, het is vandaag zondag 18 juli 2021 en misschien vandaag een leuk onderwerp voor jullie thuis. Hoe geef je nou je leven aan de Heer Jezus en wat is het verschil tussen belijdenis doen, en de wederom geboorte? Maar voordat ik dat ga uitleggen, heb ik een vraag aan jullie thuis. Dan denk je, ja, ik kan geen antwoord geven. Nee, maar toch om even wakker te maken. Wie van jullie thuis heeft wel eens catechisatie gedaan? Ja, hier steekt ook iemand de vinger op, dat is wel leuk. En dat hoor je wel eens vaak, ik heb catechisatie gedaan. En daarna ga ik mijn belijdenis doen. En toen vanmorgen, gisteren had de Heer al tegen mij gezegd dat ik het vandaag over belijdenis moest hebben en over de wederom geboorte. En vanmorgen, ik was met mijn dochter aan het kletsen en ook even in het bos. En toen dacht ik eigenlijk, wat betekent het woord catechisatie eigenlijk? Hoe komen we aan het woord catechisatie? Ik denk, dat ga ik toch eens opzoeken. Want dat hoor je dan, hè? Dan hoor je van het catechismus, ja, dan weet ik nog niks. En ik denk, hoe kom je erbij? Wat betekent het? Nou, ik denk, weet je wat? Google is our best friend. Ik ga het dus gewoon eens even intypen. Dus ik typte gewoon in, wat betekent catechisatie? Nou betekent het, het komt van het Griekse woord catechismus. En dat is even het Nederlands. En het is het Grieks, ik spreek helaas geen Grieks, dus ik zal het verkeerd uitspreken. Maar toen herinnerde Heer Jezus mij aan, het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. Vooral voor de Joden. En heel veel Joden kunnen gelukkig nog Hebreeuws. En het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, is geschreven in het Grieks. En als je dan het Griekse woord catechismus helemaal gaat ontleden, dan komt eruit onderricht geven. Nou, dat vond ik leuk. Want wat deed de Heer Jezus hier op deze aarde? Dat kun je lezen in Matteüs 9, vers 35. De Heer Jezus, en dat staat op een gegeven moment, hij ging de synagoge in en dan gaf hij onderwijs. Hij predikte en er kwam genezing. Nou, onderwijs is als je bijvoorbeeld in een klas zit en de leraar geeft wat onderwijs en je mag wat vragen stellen. Dan krijg je echt het onderwijs. Dus want ik, leraar, juffrouw, ik snap het niet. En dan gaat de leraar of de lerares gaat het onderwijzen. Dat deed de Heer Jezus ook. Dat doet hij nog steeds door middel van dit prachtige, prachtige boek. Ik noem het even een boek, want de Bijbel is een verzameling boeken. Maar dit is eigenlijk de levende Heer Jezus. En daar ben ik een paar weken geleden al mee begonnen. Onderwijs. Prediking is als je bijvoorbeeld op zondag staat de voorganger, de predikant, de bisschop, staat op de kansel en die spreekt het woord van God. Dan kun je niet tussendoor, kun je eigenlijk niks vragen. Nou, en dan komt er onderwijs, prediking en dan komt er genezing. Maar welke genezing komt er nou? Nou, genezing van jezelf, innerlijke genezing, maar kan ook lichamelijke genezing zijn. Dus het gaat zoveel dieper dan dat. Wat heeft dat te maken met belijdenis doen en wat heeft dat te maken met de wederom geboorte? Er zitten verschillen. En wat ik al zei, is dat in sommige kerken, dan mag je catechisatie doen. Hartstikke gaaf, hè? Ho, wacht even, ik heb daar niets op tegen, hè? Wacht even, laten we dat even opstellen. Catechisatie betekent eigenlijk dat je onderwijs krijgt van je voorganger, je pastoor, je jeugdwerker. Dan krijg je onderwijs. En daarna kunnen heel veel mensen daarna belijdenis doen en zich laten doen. Nou, daar wil ik wat over hebben, over zeggen. Belijdenis, dus catechisatie, onderwijs. Dat is heel goed, want dat deed de Heer Jezus ook. En daarna gaan mensen belijdenis doen. Oké, in het woord van God staat er iets heel moois over. Maar dan moet je eerst het woord belijden gaan ontleden. Ja? Ik wil jullie wakker schudden thuis. Belijden. Wat moet jij dan doen? Kijk, nu ga ik misschien iets pijnlijks doen. Stel nou, jij zit in een kerk en je hebt net belijdenis gedaan. Dan ga ik wat voordoen. De voorganger, de pastoor, heeft bijvoorbeeld een briefje. En je zegt, Pietje Puk, want ik wil niemand aanvallen.
Ja, je bent nu in deze kerk, hartstikke fijn. Wat fijn dat je catechisatie aan gedaan hebt. Je hebt het afgerond en nu is het tijd om belijdenis te doen. Nou, je bent helemaal blij en gelukkig en je denkt, ja, nou gaan we echt, nou gaan we het voor het echtje doen. En dan zegt de voorganger, dominee, pastoor, bisschop, allemaal prima. Beste Pietje Puk, beloof jij trouw aan deze kerk? En dan moet je positief beantwoorden, want dat is wat in heel veel protestanten, ja, voor mijn kerk in hun statuten staan. En dan moet je positief beantwoorden, ja. Beloof jij, een aantal vragen, beloof je regelmatig in deze dienst te zijn? Ja. Beloof jij, bladibladibladibladibla. Wat heb je nu gedaan? Je hebt beleden? Nee, je hebt ja gezegd op de vragen die gesteld worden vanuit de kerk waar je zit. Maar ben je nu een kind van God? Ja, ben jij nu een kind van God? Want nu wil ik laten zien vanuit het woord van God hoe God wil dat je beleidt. En dan gaan we naar Romeinen, dat is het Nieuwe Testament. Romeinen 10. Romeinen 10, vanaf vers 8. Want wat betekent het woord beleiden? Beleiden betekent dat jij zelf iets beleidt van jou. Terwijl je de tekst hopelijk thuis opzoekt, zal ik nog wat uitleggen. De Heer Jezus kwam, maar voor de Heer Jezus kwam Johannes de Doper. Mee eens? Maar voor de Johannes de Doper, als mensen een zonde hadden begaan en bij God ook wilden horen, moesten zij iets doen. Ja, als zij een zonde hadden begaan, dan moesten zij naar de hoge priester, of dan moesten ze naar de priester eerst, en dan moest je een bokje meenemen, een duifje meenemen, en dan beleden zij, hoor je het woord, beleden zij hun zonde. Er komt een motor voorbij, het is hier hartstikke gezellig en leuk. Nu vandaag de dag, ik maak ook fouten, ik maak ook zonde. Maar ik wil graag bij God horen en God, bij God blijven. Ik heb wat onderwijs mogen genieten van God. En ook door heel veel leraren, bijbelleren, bijbelschool, cursussen. Dus ik heb wat onderwijs gekregen. Maar ben ik dan al een kind van God? Het antwoord is nee. Op een gegeven moment zei ze ook tegen mij, hè, beloof je ja, ja, beloof je dit, ja. Maar ik was nog steeds geen kind van God. Maar ik wil jullie laten zien vanuit het woord van God, waarin staat het woord beleiden. Dan gaan we naar Romeinen. Ik hoop dat je hem al hebt. Ja, lieve mensen. Jullie hebben het waarschijnlijk al gemerkt. En dat gebeurt hier ook. De camera was vol. Ja, dat kan gebeuren. Er staan ook zoveel leuke preken op. Het eerste gedeelte hebben we nu gehad. Over beleidenis. Dat je dus in de kerk of waar dan ook ja zegt. Op de regels van de lokale kerk. Lieve mensen, daar is op zich niks mis mee. Hè? Want je zit in een kerk. En er zijn regels. Wij hebben hier ook regels. Wij hebben hier regels bijvoorbeeld. En niet vloeken. Dat vinden we niet zo fijn. Als je wel vloekt, dan moet je zelf weten. Maar je vloekt jezelf. Ik geef even aan. Er is niks op tegen. In huishouden heb je ook regels. In huisgezin. Oké. Maar het ging erom dat jij een kind van God wil worden. Want je hebt catechisatie gedaan. Daarna doe je belijdenis. En daarna laat je jezelf dopen. Nou, daar ging het om. Nu hebben we een tekst gelezen, Romeinen 10, vers 8 tot en met 10. En we waren bezig met Romeinen 10 vanaf vers 9. Die zal ik nog even opnieuw uitleggen. Indien jij met je mond belijdt. En wat betekent belijden? Nou, in het Engels staat er confess. Confess is eigenlijk dat jij, en daar komt ook het woord biechten vandaan, dat je eigenlijk iets opbiecht wat je fout hebt gedaan. Oké. Beleid. Je spreekt uit dat de Heer Jezus Heer is. Oké, en daar wil ik even stoppen. Weet je nog dat de Heer Jezus aan het kruis hing? En aan de ene kant was er een misdadiger, aan de andere kant was er een misdadiger. De ene misdadiger was niet respectvol, en, oh, maar de andere, die zei, u bent werkelijk, u bent Jezus. Zij sprak uit, en het
Dus er kunnen verschillende vertalingen zijn, maar hij sprak uit dat hij in zijn hart geloofde dat Jezus Jezus is. Wat zei de Heer Jezus dan? Nou, dat kan allemaal niet hoor. Je moet nog even 10 wezengoedjes doen. En je moet nog even biechten. En je moet nog even onder water. En je moet nog even dit. Je moet nog even dat. Dat zei de Heer Jezus niet. Nee, de Heer Jezus zei: heden zult u met mij in het paradijs zijn. Waarom? Omdat die man aan het kruis in zijn hart geloofde. En het uitsprak. Hij beleed u. Bent Jezus, dat staat hier. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is. Wanneer ben je Heer? Heer betekent hij mag Heer zijn over alles van jouw leven, je hebben en houden. Weet je, wij hebben hier ook eens mensen gehad die zeiden van ja, ik geloof dat Jezus bestaat, maar nee, hij is niet mijn Heer. Maar wacht even, Heer bestaat. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is. En met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. En dat woordje behouden is heel mooi. Dat woordje behouden, in het Grieks staat het woordje sozo. En dat woordje behouden, dan moet je maar eens opzoeken bij Google. Typ het eens gewoon in. Dan krijg je daar minimaal, als het goed is, 5 dingen uitgelegd. En één ervan is compleetmaking. Doordat jij je leven aan de Heer Jezus geeft, je gelooft met je hart, je spreekt het uit, ben jij behouden. Ben jij compleet gemaakt. En weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je de Heilige Geest als onderpand. Die preek ga ik nu eens geven. Dat zoek je maar een keer op. Onderpand Heilige Geest. Daar hebben we heel veel preken over gegeven. Maar of zoek het eens in de Bijbel op. Mij moet je niet geloven, het moet hierin staan. Daarna, als mensen het belijdenis doen, gaan ze vaak dopen. Maar welke doop doen ze dan? Welke doop staat in het woord van God? Lieve mensen, ik heb nieuws voor jullie. Er staan er minimaal 8 in. 8 dopen. Toen Johannes de Doper de weg voor moest bereiden van de Heer Jezus. Weet je wat er toen gebeurde? Toen nam hij ze mee. En dan onder belijden van hun zonde. Ja. Daarna gingen ze onder water. Maar toen kwam de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft de oude wet vervuld. Die gaat dicht. En er is iets nieuws geopend. Op het moment namelijk dat jij belijdt dat de Heer Jezus jouw Heer is. En dat jij gelooft in je hart dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan, ook voor jou. Ja, goed laten beseffen. Dan ben jij behouden, ben jij compleet gemaakt. Er is geen druppel water aan te pas gekomen. En daarmee sluit ik af. De doop is heel belangrijk. De doop in gehoorzaamheid. Maar ga me nou niet zeggen dat als jij niet gedoopt bent, dat je niet bij God de Vader mag horen. Dat als jij niet gedoopt bent, dat je niet deel mag nemen aan het avondmaal. Sorry lieve mensen, dat staat hier niet in. Dat als jij niet gedoopt bent, dat jij niet een taak mag hebben in Gods koninkrijk. Dat staat hier niet in. Dat als jij niet gedoopt bent, dat jij niet de bediening van verzoening krijgt. Nee, wat wel in staat, is dat moment dat jij wederom geboren bent, dan heb je de doop in de Heilige Geest, dan ben je compleet gemaakt en dan krijg je de bediening van verzoening. Halleluja, praise the Lord. Want God de Vader overziet alles. De Heer Jezus geeft jou je bediening en de Heilige Geest geeft de kracht om je bediening uit te voeren. Lieve mensen, deze preek, en daar beëindig ik echt mee, is om jullie wakker te maken. Heb jij belijdenis gedaan en alleen het woord ja gezegd? Hè, beloof je trouw? Ja. Beloof je dit? Ja. Beloof je dat? Of heb je gedaan wat God zei? Geloof jij in je hart dat de Heer Jezus jouw Heer is? Geloof jij in je hart dat God de Heer Jezus heeft doen opstaan uit de dood? Geloof jij in je hart dat de Heer Jezus
voor jou gestorven opgestaan is. Om al jouw zonden, ook die moordenaar, ook naar Paulus, ook naar David. Ja, ik noem alle namen. Ook naar Mozes. Mozes was een moordenaar. David, die stuurde iemand naar de frontlinie. Paulus was een moordenaar. Ja, lieve mensen, ik maak jullie wakker. Wees wakker. Deze mensen geloofden in hun hart. Maar David riep ook naar God. En nu zegt God tegen ons. Geloof in je hart. Beleid vandaag nog. 18 juli 2021. Of wanneer je dit filmpje maar ziet. Als jij gelooft dat de Heer Jezus jouw redder en verlosser is. Als jij gelooft dat de Heer Jezus voor jou aan het kruis gegaan is. Als jij gelooft dat de Heer Jezus opgestaan is uit de dood. Spreek dat dan uit. En vind je het moeilijk, zal ik het je voordoen. Vader God, ik kom tot u. In de naam van uw Zoon, Heer Jezus Christus. En Heer Jezus, ik geloof dat u voor mij aan het kruis bent gegaan. Ik geloof dat u bent opgestaan uit de dood. Ik geloof dat door uw kostbare bloed al mijn zonden zijn afgewassen. Heer Jezus, ik vraag u nu vergeving voor alles wat ik gezegd, gedacht, gedaan heb, bewust of onbewust. Heer, vergeef mij. Dank u wel dat u mij vergeven heeft. En ik vergeef ook mezelf. Ik mag er zijn. Ik ben 100% oké. Woehoe! Vader God, ik ben een kind van u. Ik ben een zoon van u. In Jezus' naam, met de kracht van de Heilige Geest. Amen. Weet je wat er dan gebeurt? Ben je zijn kind. 100.000%. Maar blijf dan ook in die liefde. Blijf vervuld met de Heilige Geest. Lieve mensen, de tijd is kort. Geef je leven nu aan God. En ik haal iets bij. Peter R. de Vries is van de week, vorige week neergeschoten, toch? Dacht je dat hij 's morgens wist dat hij over een paar dagen dood zou zijn? Nee. Doe het nu. Ik meen het serieus. Denk niet, want misschien komt die tijd niet. Lieve mensen thuis, of waar je ook maar kijkt. Heel veel God zegen, heel veel wijsheid. En blijf in de liefde van God. God boven alles en je naast als jezelf. Amen.